Wij gaan jullie vandaag vertellen dat Julie Reinders met pensioen gaat. Ja, de afgelopen 42 jaar hebben wij met ontzettend veel plezier, Sonja en ik, en veel passie, de winkel gedraaid en jullie met onze expertise te woord gestaan. Gezien het feit dat we helaas voor de juwelier geen overnamekandidaat hebben kunnen vinden, hebben wij met pijn in ons hart besloten om de deuren te gaan sluiten. Maar onze zoon Jorg heeft ondertussen de optiekzaak overgenomen en hij doet dit vol enthousiasme. Dit maakt voor ons dan ook mogelijk om toch ons 100-jarig bestaan te vieren in 2022. En daar zijn wij enorm trots op! Maar voordat we onze Reinders kunnen gaan vieren, gaan we eerst starten met een mooie uitverkoop en een grande finale. Onze spectaculaire uitverkoop zal starten op woensdag 2 april om 10 uur. Ja, dat gaat hem zo niet worden natuurlijk. Die datum was 3 maanden geleden. Gaan jullie je maar alvast voorbereiden op de spectaculaire uitverkoop? Dan vertel ik ondertussen aan de mensen dat door de coronacrisis de pensioenparty is uitgesteld tot 1 juli aanstaande. Dus noteer het in je agenda. Geef je geliefde een hint. App je vrienden. Mail je kennissen. Want we gaan knallen! Ter afsluiting willen wij proosten op onze prachtige kleinkinderen. Proost. Dat gaan we samen doen. Dat hadden we moeten kunnen zeggen. Dat gaan we samen doen, kom je zijn. Nee. Het knipt je er wel uit. Ach, laat die twee maar lekker genieten van hun pensioen en hun kleinkinderen. Wij weten nu dat we vanaf 1 juli bij Juwelier Reinders voordelig uit kunnen zijn. Nou Frans en Sonja, geniet van jullie pensioen, hè? Oh, jullie zijn al begonnen. Nou, dan vertel ik het nog wel even. De pensioenparty begint op 1 juli 's morgens om 10 uur. Met een korting van 20 tot 70%.